Er is ooit een tijd geweest dat ik zelf ook fietste. BMX in de jaren 80 en begin jaren 90. Daarbij werd ik totaal niet gecoacht, dat deed ik lekker zelf. In een veronderstelling dat ik ook hartstikke goed bezig was met sport. Als ik daar nu op terugkijk, nou ja, had ik wel wat dingen anders kunnen doen. Daarna heb ik de switch gemaakt naar mountainbiken. Daar kwam ik in een hele professionele setting terecht, in een professioneel team, met een coach, met trainer. Dus daar heb ik echt leren sporten en heb ik geleerd wat topsport is. Toen dat einde carrière was, ben ik eigenlijk redelijk snel in het coachvak terechtgekomen. En heb ik datgene wat ik opgepikt heb uit de jaren BMX zonder coaching en mountainbiken met coaching. Die ervaring heb ik geprobeerd in een vorm te gieten voor BMX als coach. Omdat er wat dat betreft totaal geen structuur was in BMX-land. Als het gaat om trainen en om coachen en wat daar wel niet voor nodig is. En dat heb ik me proberen zelf aan te leren op basis van de ervaringen die je toen had. Maar ook door mee te lopen bij andere topsportprogramma's die al langer bestaan. Ik ben een keer met de zwemmers mee geweest om eens te kijken hoe het daar aan toe gaat. En natuurlijk hier op Papendal in de dagelijkse setting loop je in topsport rond en kom je collega-coaches tegen waarmee je ervaringen uitwisselt. En dus daardoor ook je eigen programma mee kan versterken. Wat ik me als eerste ten doel gesteld had is die sporters waar ik mee werk, om die topsportbeleving bij te brengen. Dat klinkt raar, maar in ieder geval daar proberen wegwijs in te maken of in ieder geval richting in te geven aan wat dat dan wel niet zou kunnen zijn. Nou goed, en wat ik dan in mijn filosofie en visie vind hoe topsport eruit moet zien, dat probeer ik in het programma te stoppen. Hè. Dus we hebben een arts of meerdere artsen, een fysiotherapeut, een mechanieker, een diëtist, fysiotherapie, lifestyle coaching. En nou ja, die touwtjes en die ballen die probeer ik dan hoog te houden in de dagelijkse setting. Ik ben blij dat we die mogelijkheden hebben en dat we hier centraal zitten op Papendal waar al die faciliteiten, hè, dat was wat ik net noemde, medisch, paramedisch, allemaal aanwezig zijn. En om daar sporters de weg in te laten vinden. En dan is het mooi te zien dat je 10, 12 jaar later, dat die sporter ook inderdaad zijn weg heeft gevonden en dat dat programma staat. Nou, wat ik zelf van coaching belangrijk vind, want er wordt er wel eens gevraagd van wat is jouw definitie van coach? Of is coach en trainer hetzelfde? Naar mijn beleving, er zit natuurlijk enorme overlap in, maar er zit een klein onderscheid in wat niet onbelangrijk is. Voor mij is coachen het managen van de emoties van een sporter. En een trainer, goed, die houdt zich meer met het fysiologische of het inspanningsfysiologische deel bezig. En nou, beide zijn een beetje verenigd in mijzelf. En Rob van der Wildenberg, hè, wij met z'n tweeën staan voor dat programma. Wat ik dan van belang vind in zo'n programma is de teamdynamiek. Hoewel we in een individuele sport zitten, vind ik de teamdynamiek super belangrijk. Omdat ik denk dat een individu gesterkt kan worden door een goede teamsetting. En als je daar dan roept, dat is heel makkelijk om dat te roepen, maar je weet dat je dan in een sport zit waar nou ja, nogal wat macho gedrag is bij de heren. Ja, want het zijn per slotverrekening toch onze sprinters. En die uiten zich nou eenmaal op een bepaalde manier. En om dat dan toch een soort van cohesie in te krijgen, dat ze wel voor elkaar willen werken in die trainingen, dat is een uitdaging, maar dat is een hele leuke uitdaging. En dan is het prettig te constateren dat ik in de 12 jaar dat ik dit nou doe, eigenlijk alleen maar te maken heb met sporters die ook echt vooruit willen en die ook zien dat het een toegevoegde waarde heeft om als ploeg nou ja, toe te werken naar grote evenementen als Spelen en WK's. En dat is heel prettig dat je zulke sporters om je heen hebt die daarin dezelfde weg willen bewandelen en filosofie in zien. Je kunt je als coach boven zo'n groep zetten met een zweep, maar in mijn beleving helpt dat niet. Dus ik probeer me daartussenin te zetten. En dat is een fijne balans die je daarin moet vinden, want je probeert die in die groep te zetten om met die sporters op hun niveau te communiceren en planningen te maken. Maar er moeten ook beslissingen genomen worden en als je dan one of the guys bent, dan is dat lastig. Dus de balans tussen in de groep zitten en functioneren dagelijks en je af en toe daarboven of achter kunt zetten om beslissingen te nemen, dat is een fijne. Maar goed, die moet wel gebeuren en ik denk dat we daar, ik met mijn sporters een hele goede balans in hebben. En natuurlijk draait het van de zomer allemaal om de Spelen in augustus in Rio de Janeiro. En elke zomer komen dan weer de vragen, waar zijn de verwachtingen? En daar kunnen we heel politiek correct op antwoorden. Maar we kunnen ook gewoon zeggen wat we vinden en of in ieder geval wat de doelstellingen zijn. En voor ons is een doelstelling een gouden medaille. Hè. We zijn ooit begonnen in Beijing met doelstelling top 8 finale. In Londen was daar een medaille. En dan is een logisch gevolg dat we nou voor goud proberen te gaan.